heerlijk weer is het daarmee, Jan. Lekker, zeg. Ja, april. Ja, dat krijg je april. Ja, april kikker in je bil, zeggen ze wel eens. Maar dat betekent, ja, het voorjaar is echt lekker voorjaar aan het worden. Hé, maar het is een beetje veranderd erbij, want ik was heel even niet meer geweest. Ja, nou, ik zie toch ook nog wel heel veel bekende dingen. Ja. Maar over voorjaar gesproken en april. Jij bent toch jarig in april? En je bent daar dan meegenomen? Ja, ik dacht, ik ga jou meenemen naar Oud-Beijland. Oh. Want ik weet wat Kul's best friends zijn. Ja, diamonds. Ja, diamonds. Ja. Dus ik dacht, ik ga jou meenemen naar een hele mooie juwelier. En we gaan jou eens even lekker verwennen. Nou, dat vind ik heel leuk. Ja. Oh, wist je? Ja, natuurlijk wist je dat ik jarig was. Ja, 24 april. We gaan niet zeggen hoe oud. Ja, 24 april. Nee. Trouwens, leuk dat jullie weer kijken naar MJ Report. Ja. Zoals je ziet zijn we in Oud-Beijland vandaag. En nou, ik ga een cadeautje uitzoeken voor Mirjam. En ik moet je eerlijk zeggen, zelf ben ik ook wel gek op sieraden. Dus ik hoop ook dat ze een mannencollectie hebben. Ja, we gaan dan... Nou ja, ik zie het. We lopen richting Van Morsel. Ja. Nou, Farid, we kennen hem ook al een keer. Die kennen we al. Die hebben we in de kerstuitzending gehad, ja, hè? Precies. Dus nou, daar voel ik me heel bij op mijn gemak. En ik weet, zij heeft er echt verstand van. Dus ik geef hem maar over. Dan ben ik wel benieuwd. En ik weet dat ze hele lekkere koffie hebben. Echte bonenkoffie. Nou. Dus we gaan eens even kijken of we welkom zijn. Maar ik weet wel dat we altijd aan moeten bellen voor we naar binnen mogen. Ja, logisch, hè? Want als iedereen daar zomaar binnen kan wandelen, dat is een onveilige situatie, lijkt mij. Dus, nou. Zal ik aanbellen? Ja, gaan we voor doen. Jou? Kom op, gezellig. Ik kijk of de snoepwinkel voor jou. Je moet aanbellen hier, hè? Uit veiligheidsoverweging. Dat is wel logisch, denk ik. Ja, dat snap ik ook. Daar is Farida. Ja, mag ik eerst? Ja, je mag eerst natuurlijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi, hoi, hoi. Goedemorgen. Het is wel leuk als je hier zo gelijk om je heen kijkt, hè? Ja, ja. Ik word er wel een beetje blij van. Ja. Het is echt een verrassing. Jeroen heeft mij meegenomen hier naartoe. Mirjam is namelijk 24 april jarig en ik dacht, girls, of diamonds, girls. Best friends. Ja, dat, yes. Dat was het, hè? Ja, daar hadden we het over. Dus ik ben heel benieuwd en volgens mij is een keuze genoeg. Een keuze is genoeg. En als het bij jou past, dan gaan we uitzoeken. Nou, maar ik weet, jij hebt daar echt verstand van. Want we hebben je natuurlijk een keer gezien met de kerstuitzending. Klopt. En toen hebben we ook al leuke dingen uitgezocht. Dus ik geef me helemaal over. Nou, leuk. Maar nu zijn jullie wel lekker bezig. Ja. Ik ben ook, ik heb mijn horlogebewuste afgedaan. Ik heb mijn ringen afgedaan. Ik dacht, misschien heb je voor mij ook nog iets leuks. Genoeg keuze. Daar gaan we zeker uitkiezen. Nou, Fariba, je ziet het, Mirjam is echt helemaal kaal. Ja, heel erg kaal. Dus ik denk dat voor jou echt de ideale kandidaat Perfect. Ja, ik ga je helemaal aankleden. Ja, nou ja, vorige keer zei ik het al, ik gedraag ze echt nooit. Toen zei je al tegen me, ja, dat zou je eigenlijk wel moeten doen. Ik vind eigenlijk ook dat je het moet doen, dus daarom heb ik je hiermee naartoe genomen. En maar als jullie lekker gaan zitten, dan ga ik eens even kijken wat er op mannengebied is. Ja, doe maar. Ja. Ik heb namelijk hele leuke sieraden gezien. Ja, veel plezier, hè? Ja, ga je mee. Ga maar lekker daar zitten. Nou, vrienden, we zijn aan de tafel gaan zitten. Jij hebt er echt verstand van. Vorige keer hebben we het al gehad over, schijnbaar, dus een ovaal gezicht. Ja. En niet elk sieraad past bij elk gezicht. Nee, klopt. Er zijn verschillende soorten gezichten. Jij hebt vierkant gezicht, rond gezicht, kortlopend gezicht. Ik heb ook een boekje ervoor gemaakt voor mensen die echt... interessant vinden om te weten wat voor gezicht hebben. Kunnen ze bij mij komen, kan ik een analyse van maken. Maar ja, van jou hebben we vorige keer gemaakt. Ja. Dus ik heb aan de hand daarvan heb ik ook wat sieraden klaargelegd. En dan kunnen we kijken wat het mooiste is bij je. Ja. Maar wat vind je leuk om te dragen? Qua kleding bedoel je? Qua kleding. Ja. Ben je iemand die klassiek is? Ben je iemand die hip en trendy juist is? Of van kleuren houdt? Nou, ik ben altijd wel wat ingetogen qua kleding, volgens mij. Ik heb toch eigenlijk altijd wel weer de neiging om donkere kleding te zoeken. Ja. Dus zwart, donkerblauw. En als ik heel gek doe, dan wil ik wel eens een heel fel truitje aantrekken. Maar eigenlijk ben ik wel ingetogen. Ja. Nou ja, je ziet het ook. Ik draag, je draagt niks. Nee, ik ben getrouwd, maar ik heb zelfs geen trouwring. Ja, maar dit is toch zonde? Ja. Sieraden zeggen echt iets over personen. Ja. Dat kan je uitweer helemaal opknappen en opvrolijken. Ja. En dat gaan we nu doen. Je hebt ovaal gezicht. Ja. Dus eigenlijk hoeft het niet gecorrigeerd te worden, je gezicht. Want je kan alles dragen wat je wil. Je hebt nu een mooie donkerblauwe jurk aan. Dus wat ik dacht als je een leuke lang collier draagt. Ja. Met Mimoneda-muts. Ja. Het leuke van dit is dat als je volgende keer iets anders gaat dragen, zwart of wit of zomerse kleding, kan je de muts wisselen. Dus je hoeft niet het collier en de munthouder te kopen, hoef je alleen maar de munt te wisselen. Ik laat je eerst zien voordat ik je bij je om ga doen. Ja. Oké, dat is wel leuk, want dan kun je dus verschillende kleuren... Juist. Ja, kunnen we ook eens straks bekijken. Kijk, het is een
En het is ook van Nederlandse ontwerpers. En die munten, zeg maar, die verwisselen, die gaan ook mee met de collectie. Dus... Twee keer per jaar komen nieuwe munten. Oké. Ik heb nu voor jou een lange ketting gekozen, maar je kan ook korte ketting kiezen. Oké, ik vind die het leuk. Die op de hals valt. Ja. Dus die kunt u even omzien. Ja. Of als je 's morgens vroeg opstaat, heb je geen smoes meer. Ik heb geen tijd om kleding. Nee, dat doe je gewoon over je hoofd. Klaar, ja, precies. En dan, ja. Maar je hebt nog veel meer voor mij uitgezocht. Want, ik heb daarnaast ook een korte ketting om te laten zien. Gooi, het hoeft ook. Dit is wat glimmertje. Ja? Maar je hoeft ook niet per se zo lang ketting te dragen. Nee. Je kan ook korte ketting dragen. En dat is dan ook zelf de ontwerpster. Ja? Wat het leuk van dit verhaal is, take what you need. Wij zijn allemaal drukke mensen. Ja. Wij maken zich ons overal druk om. Maar toch is het iets in je leven wat je heel erg bijzonder maakt en kracht geeft. Ja. En dat zijn baardjes. Ja. Die kan je wisselen. Oké, maar hier staat inspire op. Ja. Om jezelf te inspireren. Ik denk toch dat dit meer bij mij past dan wat ik hier eigenlijk om heb, zeg maar. Nou, dan ga ik het meer hierover vertellen. Ja. Hoe het werkt. Je hebt hier in deze serie drie verschillende kleuren. In roze goud. Staalkleurig dan en goudkleurig. Maar ik denk dat je meer zilver persoon bent. Ja. Dus ga ik het even laten zien hoe het werkt. Ja? Achter het baardje zit zo'n gaatje, zeg maar. Ja? Met zo'n pinnetje krijg je erbij, kan je het uit. Maar het is heel sterk, dus moet je echt in kracht zetten, want je mag hem niet verliezen. Mm-hmm. Oh ja, kijk. Ja, dan komt het baardje eruit. En dat kun je gewoon... En dan heb ik hier... Ja, leuk! Ja, super schetig! Ja. En dan kan je kiezen wat voor... bijvoorbeeld hier heb ik Dreams uitgekozen. Ik vind deze leuk. Take what you need staat hierop. Take what you need. Ja, dat vind ik leuk. Ja. Maar dus die staat heel die tekst... Oh, maar dit is een ring. Dat is een ring. Okay, je hebt ook ringen ervan. Ja, okay. Daar kunnen we ook zo meteen vinden. Dat is haar dream. En Welke is dit? Love, oké. Okay. Oeps, kijk. Ja, hij valt er gelijk in op. Is maar dit leuk. Is wel erg leuk om cadeau te doen. Maar wat is de tekst die jou aanspreekt? Daar kan je gewoon kiezen wat je leuk vindt. Ik geef zo meteen het boekje mee. Ja. En dan kan je het bekijken. Ja, dat is goed. Ja, dit neem ik dan mee. Naar. Ik vind het ook echt heel leuk om cadeau te doen. Want dan, je hebt een marchier dat, maar je geeft ook nog een soort boodschap mee. Want je zoekt echt iets met zorg uit voor degene waar je eigenlijk van houdt. Of waar je om geeft. Of een dier. Dat klopt. Helemaal goed. Heel persoonlijk. Ja, absoluut. Leuk. Maar goed, dit hebben we gezien. Je hebt hier nog veel meer neergelegd. Okay, dit staat mij ook aan. Dat is een sportief horloge. Ja, hij is praktisch om te dragen. Ja. Maar hij is ook waterdicht. De siliconen band, die kan je ook wisselen in de verschillende kleuren. Ja, ik dus heb nu blauw. Dit is een ijswatch. Ja. En IceWatch is natuurlijk een heel hip horloge en trendy. En ze gaan met de mode trend echt mee. Ja. En het is ook betaalbaar horloge. Ja. Maar hoe houden jullie nou de trends in de gaten? We zijn natuurlijk heel veel beurzen, denk ik. Ja, wij gaan twee keer per jaar naar de beurs. Voorjaarsbeurs en najaarsbeurs. Ja. Ik ben vorige week geweest naar voorjaarsbeurs. Was leuk? Heel erg leuk. Ik heb heel veel inspiratie opgedaan. Wij hebben ook iets nieuws gekregen en die laat ik ook aan je zien. Ja. Dat is van Swarovski. Nou, Swarovski heeft natuurlijk een beetje een abollig imago, eigenlijk. Ja, maar het is helemaal niet zo. Het is het niet, nee. Het nee. is absoluut niet nee, zo, want ze hebben heel leuke, hippe sieraden. Ja? En ze gaan met de tijd mee. Ja. En wat hebben ze nou tegenwoordig ontwikkeld? Dat is even zo een beetje aan de kant leggen. Mijn schoonmoeder spaart heel veel van Swarovski. Ja, maar ze zijn anders dan beelden. Ze hebben sieraden van Swarovski. Ja? Geweldig. Gewoon echt leuk. Het past bij alle soorten stijlen. En wat ze ontwikkeld hebben is eigenlijk voor sportief iemand, een sportief iemand, maar ook voor een zakelijk persoon. Die kan je als sieraad dragen. Mm-hmm. Het is een armband. Zal ik deze even afdoen? Want ik wil die wel even om gaan proberen. Het leuke van dit is, die kan je gewoon dagelijks naar je werk dragen. Ja. Zit een diamantje erop. Het is weer een glimmertje, hè? Het is een glimmertje. Ja. Maar hier kan je de tijd lezen. Ja. Er zitten allemaal van die kleine lampjes erin. Ja? Dus als het half het 1 is, dan gaat een lampje om 12 uur aan. En op 30 minuten gaat hij knipperen. Okay. Is het 35 minuten, gaat hij ook knipperen. Als jij dit gewoon naar je werk omdoet, ja?
En jij dit hebt, vind ik wel mooi. Het is heel erg leuk, maar ook praktisch. Ja. Je gaat dit naar je werk doen. Er is een app ervan. Het is van Miss Fit. Ja. Die download je op je telefoon. Ja. En op het moment dat je naar je werk gaat, ga je doelen instellen. Bijvoorbeeld zeggen, ik wil zoveel stapjes per dag maken. 10.000 stapjes. Ja. Of ik wil 10 minuten rust hebben. Dan ga je allemaal je doelen in je app zetten. En op het moment dat je dit hele dag gaat dragen, kom je thuis. Ga je app of je de doelen bereikt hebt. Dus hij is smart. Hij is zeker smart. Wat het leuke is van dit, dat is, kan je ook op je sport dragen. Dus als je gaat sporten, of je gaat wandelen, of je gaat joggen, of fietsen. Dan kan je dragen en dan wissel je van de armband. Nou, dat wou ik net vragen. En die kan je gewoon, dit haal je eruit. Ja? Monteer je hierop. Ja? Dat is heel makkelijk te doen. En daarnaast kan je dat dragen. Wat het kost met de band, de hele pakket, kost €169. Oh, dat valt reuze mee. En deze banden kan je gewoon wisselen. Okay. Dus stel dat je een andere kleurband wil, kan ook. Ik vind dit wel erg leuk. Ja. Is het een beetje nu vergelijkbaar met de Apple Watch? Want eigenlijk die zijn wel heel innovatief. Ja, en dit is ook innovatief. Ja, precies. Ja. En dat is wel trendy. Want dat is voor modieuze vrouw gemaakt. Ja. Die met de tijd mee wil gaan. Ja. En wel goed wil uitzien. Ja. En die eigenlijk een zakenvrouw is, die wil sporten, die wil moeder zijn, die wil eigenlijk alles in één houdige vrouw van tegenwoordig. Ja, hoe kan ik het zeggen? Ja, ik denk dat we het snappen. Ja, ik snap het wel. Of het overkomt, kijk eens. Ja. Nou, ik vind dit hartstikke leuk. Ik vind dit wel echt heel leuk. Dit spreekt mij dan wel weer heel erg aan. Nou, je had nog oorbelletjes. Maar dat doen we aan het einde. Ja, dat is goed. Hè? Want Jeroen die wil denk ik ook wat aandacht. Ja, daarom. Want die is toch aan het zoeken. Die vragen het meest aandacht. Ja, is dat zo? Ja, dat is echt zo. Zijn ze lastig? Ze kunnen ook nooit beslissingen nemen. Nee? Ze kunnen niet tegen veranderingen. Nee. Nou ja, ik denk dat we Jeroen maar even gaan zoeken. Die is daar misschien al aan de koffie of niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Maar die zal ook vast iets leuks kunnen vinden. Wij gaan hier straks nog eventjes lekker samen mee tutten, om het zo maar even te zeggen. Ja. En ik doe deze dan wel even af te leggen. Ja, ik heb hem erbij. Ja. En dan gaan we Jeroen nog. Nou, Fariba, ik heb net Peter al even gezien. Ik heb maar even koffie besteld, want met Mirjam, dat duurde wel eventjes, ja, dat hè? Duurde heel lang. Ja, klopt. Maar de dames, dat kost ook veel tijd, hè? Ja, jawel. En het wordt wel tijd dat ze een beetje sieraden gaan dragen. Ja, toch? Dat vind ik ook. Ik vind het wel. Ja, zij hebben wel een leuke keuze kunnen maken. Ik ben heel nieuwsgierig zometeen. Hey Peter, lekker. Koffie. Kijk, ja, ik hoorde de bonen malen net. hartstikke goed. Dankjewel. Ik kom dadelijk nog even bij je kijken beneden. Mag dat? Is goed. Nou, hartstikke leuk. Fariba, ik heb normaal eigenlijk wel aardig wat sieraden om. Jij zei al een beetje, je hebt een beetje eczeem. Ja. Dus ik had mijn ring eigenlijk afgedaan en mijn armband ook. Ja. Maar ik voel me wel heel erg kaal. Ja, nou laat mij wat uitzoeken voor je. Ja. Maar hoe dat komt, omdat de vocht onder je ring blijft zitten. Ja. En als jij gewoon als je handen gaat wassen en je ring afdoet en daarna goed afdroogt, dan gebeurt dat niet meer. Oké, dat is het eigenlijk. Want 's nachts doe ik ze wel af, dus daar is het van. Ja. Maar kan je wel zien dat mijn handen veel was? Hè? Dat dan weer wel. Ja, we willen schoon. Ja. Nou, dan gaan we eerst die armband uitkiezen. Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Nou, dan heb ik genoeg keuze. Hoop ik. Dat bij jou past. Ja, het mag bij mij altijd wel een beetje apart. Ja. Wat dacht je van deze? Kijk, dat vind ik wel wat. Ja, even bij je omdoen? Ja. Kijk, het heeft een mooie sluiting. Ja, en hij blijft ook gewoon goed zitten? Nou, ik krijg hem niet zomaar los, hoor. Nee, ik ben namelijk wel iemand die nog wel eens wat verliest. Dat is voor jullie dan weer leuk, want dan kom je weer terug. Kijk, het heeft een mooie, robuuste sluiting. Ja. Het zijn drie losse armbanden die aan elkaar vast... Dit vind ik, moet je kijken. Kijk. Stoer, hè? Ja, dan vind ik eigenlijk ook dat er wel een ring bij hoort, dus ik nu toch ben. Ik heb iets moois binnengekregen, dat heb ik echt pas binnen. Daar hou ik helemaal van, iets wat nieuw is. Ja, dat heeft nog niet heel de wereld. Nee, precies. Dat past ook helemaal bij. Dus ik zal het even erbij pakken. Ja, hartstikke goed. Zo. Kijk, dit is de ring. Ja. Dat past er helemaal mooi bij. Dan verberg je een beetje eczeem. Ja, dat is gelijk weer weg. Wat vind je ervan? Ja, ik vind dit wel... Dat past bij elkaar, dat toch? Ja, dat past wel. Hè? Ja, helemaal goed. Kijk. Ja.
Dus je mist je horloge. Ja. Wat erg. En ik ben wel een man van de tijd. Ja, natuurlijk. Mannen moeten altijd horloge om. Ja, ik zat hier al te kijken. Ik zag Breitling en Chopin. Ja. Ik zag hele mooie horloges. Wij zijn zelf geen dealer van Breitling of Chopin. Nee. Maar dat zijn van vaste klanten die willen toch iets anders hebben. Die kopen wij in. En die laten we helemaal in orde maken. Daar krijgen ze ook garantie bij. Maar het zijn occasions. Oké, maar wat ik altijd heb, van hè, dus een occasion staat hier nu €1300. Ja. Ik ben iemand die nogal graag wisselt. Oké. Met een Breitling heb ik zoiets, hebben mensen vaak om van, kijk, ik heb mijn Breitling en die heb je elke dag om. Maar ik vind het leuk om af en toe te wisselen. En dan vind ik een Breitling eigenlijk net iets te prijzig. Ja, dat kan, dat klopt. Ik heb ook andere soort merk, merken, die zal ik even voor je pakken. Ja, heel graag. Dus daar kan je ook wisselen. Kijk, daar hou ik van, een beetje wisselen. De enige die ik niet inwissel is Mirjam. Die is er altijd bij. Maar voor de rest hou ik wel af en toe van een beetje wisselen. Oké, ja, maar dit vind ik al leuk, hè? Hoe het ingepakt is. Ja, het is echt een heel mooi concept. Voor een montel staat erop. Het is eigenlijk, komt dit van Amsterdam. Het is vroeger, was het de eerste meneer die pendule opgezet had. Ja. Ontwikkeld heeft. En nu komen ze met horloges. Ik vind het... Kijk, wacht. Dit vind ik wel stoer. En ook gewoon, kijk, het blauw van mijn overhemd. Het leuke van dit is dat je de banden heel makkelijk kan wisselen. Oké. Dus je hebt verschillende kleuren banden wat je kan kopen erbij. En dan kan je wisselen. Daar zit een niepje erin. Ja. Die maak je los. En dan kan je andere banden aanzetten. Ik heb een hele cover van en dan kan je de banden Dus erbij. Dan is het echt iets voor mij. Dus bij elk overhemd een andere band. Als je van wisselen houdt, dat is juist een hele goede keuze. En dan kan je zelf doen, hoef je niet speciaal hiervoor terug te komen. Mag, het hoeft niet. Ja. En dan kijk. Nou, als ik terugkom, kan ik gelijk zien wat er weer nieuw is, toch? Ja, toch? Is dit horloge ook waterdicht of niet? Of? Ja, het is 50 meter waterdicht. En het heeft ook een saffierglas, ontspiegeld saffierglas. Ja. Het zit Zwitserse uurwerk erin. Het heeft ook 2 jaar garantie. Oké, dus als ik het per ongeluk omhaal, als ik onder de douche stap, want dat heb ik wel eens. Dat is niet zo erg, maar liever niet. Nee. En dit is ook een Nederlands merk? Het is Nederlands. Het komt uit... Weet je, hou hem maar gewoon lekker om, hoor. Ja. En dan haal ik zo met de prijskaartje eraf. Even kijken wat is... Ja, kijk, dat is... Daar heb je ongeveer... 3 van zulke horloges voor, hè? Voor één zo'n ontbijtding. Nou, dan ga ik toch voor deze. Hartstikke mooi. Dan heb ik ook gehoord dat jullie, of Peter doet dat eigenlijk, die maakt sieraden op maat. Ja, klopt. En jij doet gezichtanalyses. Hoe gaat dat in zijn werk? Want ik zag net Mathilde binnenkomen. Ja. Die stapte binnen en die wil heel graag sieraden op maat hebben. Ja. Vind je het goed als we dat even gaan volgen? Ja, natuurlijk. Als je dat wil, graag. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Dan doen we dat. Mathilde zit hier aan tafel. Hallo Mathilde. Hallo. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar je ziet er een klein beetje kaal uit, zoals ze dat hier zeggen. Ja, dat klopt. Maar je had een afspraak voor juwelen? Ja, voor een mooie ketting. Wauw, ja. Jullie maken ook juwelen, hè? Of Peter doet dat? Ja, Peter maakt een schets van dan, wat je ongeveer wil. En die hij gaat het maken. Hij gaat het echt vaardig, zeg maar, maken voor jou, speciaal voor jou. Dus het is heel uniek. Waarom wil je eigenlijk graag een juweel hebben? Nou, mijn zusje gaat trouwen. Ja. Ik wil graag een mooi sieraad. Maar dan niet voor die ene dag, maar dan gelijk voor meerdere gelegenheden. Ja. Kijk, wat jij zegt, het moment vastleggen. Ja. De bruiloft van je zusje. Dat denk je altijd aan. Ja. Dat is de mooiste dag van haar leven. Ja. Je mag het meemaken, dat moment. Ja. Dus het is leuk om een sieraad te hebben. Ik ga Peter roepen. En die gaat voor je schets maken. Goed plan. Dan word je geschetst en dan wordt het helemaal op maat gemaakt. Juist. En inmiddels is Peter bij ons aangeschoven, Mathilde. Nou, die gaat volgens mij jou schetsen, toch Peter? Dat klopt. Ja, wat is belangrijk aan die schets voor jou? Nou, ik kijk eigenlijk naar de vorm van de hals. Ja? De hals is natuurlijk ook verschillend bij iedereen. En niet elk sieraad past natuurlijk bij de hals. En ze heeft een mooie ronde hals. Ik zie je heel verbaasd kijken. Ja, ik ben benieuwd. Ja, nou dan ga ik heel even aan de slag. En dan kijken we of dat een beetje de richting is waar je naartoe wil. Jij kijkt net zo gespannen als dat ik kijk. Van wat gaat er gebeuren? Volgens mij wordt ook al een beetje het juweeltje geschetst. Ja, dat zijn denk ik de steentjes. Kijk. Ja. Ja, ik dacht, hij gaat je gezicht natekenen. Dat dacht jij ook, hè? Ja, in mijn hals.
Kijk, we zijn zelf nog vrij jong natuurlijk, dus we moeten niet oudbollig iets maken, nee. Maar wel een juweel wat jarenlang mee kan. Ja. Dus we gaan toch, denk ik, voor het wit goud. Dat kan, het past overal bij. Is het en nu ook zo, Peter, als ze 30 jaar ouder is, dat je het aan kan passen, omdat het handgemaakt is, juweel? Kan je absoluut, dat komt bij ons ook veel voor, dat we dus sieraden restylen. Ja, of bijvoorbeeld dat je een erfstuk krijgt, hè, en dat je dat wil gaan dragen, maar dat je het oudbollig vindt, dan kun jij het wat moderner maken. Ja, absoluut. En mensen komen dan bijvoorbeeld met het goud van tantes of van erfgenamen. Ja. En dat ga ik smelten. En daar maak ik dan weer nieuwe sieraden voor, maar wel eigentijds. Kijk, dus als je nou een oude parelketting van je oma krijgt, dan kun je er altijd nog zo'n leuk sieraad van maken, Mathilde. Ja, dan kom ik hierheen. Hoe lang doe je er ongeveer over zo'n juweel maken? Nou, het moeilijkste natuurlijk maken van de zetting, dus waar de steen in zit. En daar zijn we zeker al een dag mee bezig. En de kettingsoort, nou, die kunnen we natuurlijk nog uitzoeken met Fariba. Die zegt van, goh, ik wil een schakelketting, ik wil een strakke ketting. Maar ik denk dat bij zoiets een mooie gladde ketting het mooiste bij past. Wanneer is de bruiloft? In juni. In juni, nou, daar heb je even de tijd. We zitten nu in april, dus dat gaat helemaal goed komen. We hebben een aantal weken hebben voldoende aan om dit te realiseren. Ik heb iets in de winkel wat erop lijkt. En het is in geel goud. Dit gaan we maken in wit goud. Het komt er even bij. Daar gaat het op lijken. Ja. En hier zitten dan lange tussenstukjes aan. Maar we gaan de ketting direct verbinden aan de stenen. Ja, en aan de briljanten. Deze ketting nu erin? Lijkt me het mooiste, maar dan het wit goud. Ja, mooi. Het ziet er mooi uit. Ja. Dat is toch mooi om te horen. Het ziet er mooi uit en het is echt een juweeltje van een sieraad. Peter gaat druk aan de slag. Mathilde heeft in juni een hele leuke bruiloft. Dankjewel. En Peter, jij ook bedankt, hè? Graag gedaan. Nou, Mirjam, volgens mij heb je genoeg kunnen vinden. Ja, Fariba heeft echt ontzettend veel uit de kast gehaald voor mij. Nou ja, ik ga voor de oorbelletjes. En, en dan ketting. Dat delicate kettingje. Dat vind ik dan toch wel heel erg mooi. Ja. Ik wou wel zeggen, ik ben wel goed, maar niet gek natuurlijk. Ja. Dus, en je bent volgend jaar weer jarig. Ja, precies. Nou, ik ga dan dit wel allemaal nu afdoen. Hè, voordat we dadelijk per ongeluk naar buiten lopen en politie achter ons aan krijgen. Moeten we die hebben. Je weet het maar nooit. Dat zal ik ze aan jou geven, alsjeblieft. Ja, ik vind die ijswoordje ook heel erg leuk. Maar dat is gewoon hartstikke sportief verloosje voor natuurlijk. Moederdag. Kijk. Voor moederdag. Nou, je hebt genoeg te wensen. Ja, hè? Ja echt waar. Ja. Kijk, ze denken gewoon, ijswoordjes is niet zo heel duur. Weet je wel, ik laat Jeroen lekker de dure sieraden afrekenen. Dat is natuurlijk wel waar, want de moederdag komt er ook aan. Ja. En net als dit bijvoorbeeld, zijn ook echt... Ja, ik vind ze enig. Ja, hartstikke leuke cadeautjes. Moederdag, echt waar. Want wat kost nou bijvoorbeeld zo'n armbandje? Die is €69. Oké, maar dan heb ik wel... En een mooie sieraad in Swarovski. En heb je een mooie armband waar je overal bij kan doen. Ja. En dat is hartstikke leuk. Ja. Hey, maar dames, mag ik er heel even tussen komen? In juni is het Vaderdag. Deze vind ik... Geen vader. voor die dag wel. Je konijnen, je kippen. Ja. Ik heb kippen en een vissen. Ja, nee, maar dit is ook erg leuk om toch cadeau te doen. Ja, als je heel veel van je moeder houdt. Absoluut. Toch? Maar ik ben nou wel geen vader. Ik ben wel een heel goed doel om het aan te schenken. Binnenkort hebben we een benefietavond bij autobedrijf Bosman. Dan gaan we onze voorjaarcollectie laten zien en zo. En daar gaan we wel interrail vragen. En als wij de interrail opgehaald hebben, gaat helemaal naar Roperun. Geheel 100%. Dan steunen wij Roperun. Oh, wat leuk. Ja. Dat is een goed doel, Roperun. Ja. En daar showen jullie de hele collectie? Daar gaan we de nieuwe collectie laten zien. Plus de creatie van Peter, wat hij gemaakt heeft. Ja. En er komt ook wijnproeverij. Leuke, lekkere hapjes en zangeres. Komt er ook bij, die gaat zingen. Het wordt hartstikke leuke avond. En opbrengst gaat naar Roperen. Okay. Nou, hartstikke mooi. Ik kijk even op mijn mooie nieuwe horloge. En Mirjam, ik zie dat we er alweer vandoor moeten. Ja, ik denk dat het tijd is om te gaan. We gaan onze jas even zoeken. Die hadden jullie denk ik. Ja, absoluut. En, ik vond het echt heel erg leuk. Ik heb weer veel gezien. Ik heb geleerd dat ijsblauw of blauw bij mijn ovale gezicht past. Met de analyse. Zomerskleur, dus dat past gewoon, de kleur blauw staat je leuk, die oorbellen ook. Ja. Je ogen komen mooi naar voren. Ja. Ik ben wel blij met de oorbellen, vind ik echt... Ze staan ook prachtig. En ik heb eigenlijk meegekregen dat er voor mannen ook heel veel leuke sieraden zijn. Ja. En ik denk dat we hem gewoon lekker hier af gaan sluiten.
Want dankjewel voor deze gastvrije ontvangst. En dat, ja, dat we in de wereld van de sieraden en de juwelen mochten duiken. Ja, kijk, hier staat mijn cadeautje. Mag ik zelf het tasje vasthouden? De oorbellen hou ik in en het kettinkje, dat gaat er zo inpakken. Ja, is goed. Dan ga ik het erin doen. Ja. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel. En wij zeggen tot de volgende MJ Report.